Je was bezig met hele mooie plannen. Dus zeg maar, even kijken, de foto laten zien. Wat je net liet zien, hè? De Omni. Ja, dit is het idee van Zwaluwe Utrecht. Ja? Het gaat erom dat we zowel de oude kant van de stad, de achterkant van de stad, die nu afgekeerd is van het centrum, openstellen voor het centrum en andersom met een duurzame, denk aan fijnstofafvanging, denk aan energieopwekking, sportieve oplossing waarin ook de integratiegedachte van Kanaleneiland naar de stad toe voorop staat. En hoe wil met sport. Hoe wil je Kanaleneiland integreren in het... Proberen dat met buurtsportverenigingen, we proberen dat met de BSO hieronder, we proberen dat met openstellingsplekken op de sportvereniging. Dus stapje voor stapje werken. Maar dat geldt ook voor de fysieke inrichting. Dat is een kwestie van de lange termijn. En mocht het lukken in de richting van het jaar 2022, 2023 om iets op het dak van de jaarbus te creëren, net als Paralobi, waarin het centrum van de stad de kans krijgt van bedrijven en van gemeenten en van de mensen die hier allemaal wonen, werken en leven, om daar wat extra's te betekenen, dan zou deze vereniging daar echt voor zijn, geholpen zijn. We gaan het zeker meegeven. Want alles wat te maken heeft met recreatie, ontspanning bij het water is wat wij sowieso meenemen. En hoe zou je de bewoners erbij willen betrekken? Je zegt de wijk. Hoe wil je de wijk erbij betrekken? Nou ja, wij zijn slechts mensen van de sportvereniging. Maar het zou ons wel heel veel helpen als de mensen via de buursport in blijven stromen. Maar ook gewoon op het VSU-congres is nu in de Galgenwaard. Het was hier wel eens. Het is niet dat wij dat allemaal kunnen organiseren. Maar het zou wel heel fijn zijn als mensen uit wijk en buurt die goede ideeën hebben, gewoon mee gaan doen in dat soort conferenties. Inspraken aanvullen, medezeggenschap. Om te zeggen wat zij hier willen. Van de ene wil een pannakooi, maar de ander wil misschien ook wel een hardloopcircuit. Weer een ander wil een vernieuwend tennisveldje, kleinschalig of een krachthonk. Allemaal prima, maar laat het dan zo zijn dat dat allemaal gecombineerd kan worden op één locatie. Ja, dus echt het multifunctionele op één locatie. Want dan trek je gewoon veel meer mensen. Ja. En dan krijg je ook die cohesie bijna, of die menging, die integratie bij het dat is wat we heel graag willen. En als je ergens op in wil zetten, dan denk ik dat dat wel de verbindende factor is. Dat is niet de auto, dat is niet het parkeerterrein, dat is niet de binnensportaccommodatie. Dat is het veld en dat altijd toegankelijk moet zijn. En in dat opzicht hebben we nu wel een kans met het dak. Ja. Ik vind het een mooi plan. Wij geven dit door. Dank je wel.